Hi, welkom. Welkom bij Wetboek Online. Zoals je weet, bij Wetboek Online bespreek ik één wetboek met jou. Ik ga je laten zien hoe het precies werkt. Ook geef ik je een aantal voorbeelden. Verder laat ik je zien waar je de regels kan vinden. In deze video gaan we het auteursrecht bespreken. Ik ga je laten zien hoe het precies werkt. Vervolgens laat ik je zien waar de regels kan vinden. Ook geef ik je een aantal voorbeelden. Laten we maar beginnen. Zoals je hier ziet zijn we gewoon bij de whiteboard. Ik ga even laten zien hoe het auteursrecht precies werkt zoals je een beeld erover hebt. Kijk, bij alle intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht, is het belangrijk dat je de ABC-formule kent. Je zult waarschijnlijk afvragen, wat is de ABC-formule? Nou kijk, bij de ABC-formule gaat het om de volgende. Je hebt altijd drie dingen. Je hebt A, B en C. A is meestal de rechthebbende, ofwel degene die het recht heeft. B, laten we vanuit gaan dat is degene die inbreuk maakt op het recht. En C is gewoon het recht zelf, ofwel het object. En B noemen we dan inbreuk maken. Deze twee hebben een connectie. Want A heeft recht op C. En B maakt inbreuk op C. En soms kan het zo zijn dat A denkt dat hij rechthebbende is, terwijl dat niet zo is. Soms denkt A dat hij auteursrecht heeft, terwijl dat niet zo is. Dus zo werkt de ABC-formule. Het is belangrijk dat je goed beseft wie is en wie wat is. En hebben ze die rechten wel of niet. Want als je dat niet doet, heb je je zaak niet op orde. Aan de hand van dit weet je wat je wel of niet kan doen. Dus met andere woorden, je kan snel argumenten naar voren brengen om je positie sterker te maken. Dus het is belangrijk dat je weet wat de ABC-formule is en hoe je ermee moet omgaan. Bij de auteursrecht gaat het erom dat als jij auteursrecht hebt, dan ben je rechthebbende. En als jij een auteursrecht op een bepaald object hebt, oftewel zei je voor je hebt een boek geschreven, je hebt auteursrecht over dat boek, dan is dat boek het object en jij bent rechthebbende. Zei je voor ik kopieer het boek, dan ben ik inbreuk maken. Dus zo heb je al een beeld van oké, dit ben jij, dit ben jij, dit ben jij. Wat zijn mijn rechten? Wat heb ik? En wat kan ik doen? Ik ga je nu even laten zien van hoe het precies werkt met auteursrecht. Dus we gaan even naar de wet zelf. Zoals je ziet zijn we met Google. Om de auteurswet te vinden typ je gewoon in Google auteurswet. Dus je typt gewoon auteurswet. En ik werk liefst met wetten.overheid.nl puur omdat het systeem makkelijker is. En daarbij het is connect met heel veel andere systemen. Dus dat wordt makkelijk werken. Dus zoals je hier ziet, zie je auteurswet. Het is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. In de algemene bepalingen staan alle definities die worden bepaald in auteursrecht uitgelegd. En hoofdstuk 1 is daarvan de belangrijkste. Kijk, bijvoorbeeld artikel 1 legt er precies uit wat auteursrecht is. Kijk, bijvoorbeeld als ik hier druk, komt artikel 1. En hier krijg je omschrijving van het auteurswet. Dus het is belangrijk dat je goed even beseft van, oké, dit is auteursrecht. Wat mag ik wel of niet doen? Dus als je auteursrecht hebt, mag je het openbaar maken en verveelvoudigen. Zijn die rechten te hebben? Wij noemen dat exclusieve rechten. Maar voor de rest, als je dit even opent, zie je dat als je rechthebbende bent, dan wordt hier uitgelegd wanneer je rechthebbende bent. En als jij auteursrecht op een werk wil hebben, dan wordt het hier uitgelegd. Met andere woorden, op wat heb je auteursrecht en wanneer heb je auteursrecht? Wordt in paragraaf 3 uitgelegd. En wat zijn je rechten? Wordt in paragraaf 4 en 5 uitgelegd als je auteursrecht hebt. Dus als je een recht hebt, wat zijn de rechten? En de rechten van openbaar maken en vervoudigen. In deze twee paragrafen wordt precies uitgelegd hoe en wat die rechten zijn. En hoe je dat kan uitvoeren. En vervolgens heb je beperkingen vanuit het recht zelf. Dus als iemand inbreuk maakt op deze twee rechten, kan je aansprakelijk stellen. Maar soms kan het ook zijn dat iemand wel inbreuk maakt. Maar die inbreuk maken is, dat mag volgens de wet. En dat zijn die beperkingen in paragraaf 6. Dus in hoofdstuk 1 kom je al heel ver als het gaat om auteurswet. En auteursrecht, hoe het precies werkt. Je kan gewoon dit even lezen en dan heb je al een beeld van hoe het auteurswet precies werkt. Verder ga je in op specifieke regelbepalingen. En dat wordt uitgelegd in hoofdstuk 2 en verder. Kijk bijvoorbeeld bijzonder als regels als het gaat om filmwerken, zoals je hier leest. Of computerprogramma's. Dus dat kan je gewoon allemaal lezen. Het is belangrijk dat je een beeld hebt hoe het gaat als het gaat om auteursrecht. En hoe het precies werkt. Bijzondere bepalingen vind je in andere hoofdstukken. Van andere wetten.
In deze video heb ik laten zien wat het auteursrecht is en waar je de regels kan vinden. Ook heb ik je uitgelegd hoe het precies zit met de ABC-formule. Heb je vragen hierover of loop je ergens tegenaan waarvan je denkt, hey, ik heb hulp hierbij nodig? Neem gerust contact met me op. Ik ga kijken wat ik voor jou kan betekenen. Tot in de volgende video.